Zwemmen jullie zo vaker in het Haringvliet? Ja, dat kan wel. Af en toe. Lekker. Ja? Ja. Mooi water. Dit is het Haringvliet in al zijn rust en pracht en schoonheid. En in al zijn drukte. Moet je eens kijken joh, de volle strandjes, spelende kinderen, bootjes op het water. En het is feest in Stellendam, want het is daar vlaggetjesdag. Kortom, het Haringvliet in al zijn facetten. Maar de sportievelingen en rustzoekers weten hun plek in het Haringvliet ook prima te vinden. In alle vroegte gaan de lange afstandszwemmers het water in en niet veel later begint ook de yogagroep. En Kees en Free genieten deze aflevering ook weer van het Haringvliet, op zoek naar bijzondere dieren. Kijk, die Noordse woelmuizen die zitten in vochtige vegetatie. Dus daar gaan we de val zetten. Heel goed, klaar voor? Zeker. Ja? Nu alleen het water nog, jongens. Ja. We staan niet echt in mijn omgeving met... Of wel? Oh, jongens. Heerlijk. Hoe ver gaan jullie nu zwemmen? De mannen die nog voor de hele triathlon aan het trainen zijn, die gaan 3-4 kilometer, denk ik. En wij gaan wat korter. Het lijkt dan zo onhandig nu natuurlijk in dit water. In zo'n zwembad heb je natuurlijk van die strepen, dat je weet van we gaan die kant op. Hoe doen jullie dat hier? We navigeren op de boeien. Op de boeien, je ziet de rode boeien liggen, daar navigeren we op. En je kijkt altijd over de boeien heen naar het gebouw of naar het schip, wat er vaak. En wie is dan degene die hier navigeert? Wie heeft het beste richtingsgevoel van jullie? Hij zwemt voorop gewoon. Dat is het. Dat is het. Ik zeg dat ik de beste navigeer. Maar hij zwemt het hard. Succes mannen! Dankjewel. Dankjewel. Oh, het is heerlijk! Ja, ja. Oh. Doeg! Hey! Ja, daar zijn we. Raymond Klei woont in een appartement aan het Haringvliet. Hij is als eerste het water uit. De andere mannen zwemmen nog even verder. En waar trainen jullie voor? Voor een fantastisch lijf of ook echt nog... Nou, als het goed is krijg je dat er zelf vanzelf van. Nee, we zijn aan het trainen voor een triathlon. Ik voor een halve triathlon en er zijn een paar jongens bij voor een hele triathlon. Sommigen hebben het doel al behaald en sommigen moeten nog. Ik ben al geweest. Ik heb Luxemburg halve triathlon gedaan. Ik zie je staan. Je bent een finisher. Ja, finisher. Ja, daar ben ik heel trots op ook. Dus nu weer verder. Maar dat is natuurlijk fietsen, lopen, zwemmen. Ja. Maar dat benut jij dat hele Haringvliet volgens mij ten volle? Dit is perfect voor een triathlon training. We duiken erin, we kleden om, we stappen op de fiets, gaan een stukje richting Zeeland en terug. En we gaan hier lopen rond Haringvliet. Ja, altijd contact met dat water. Fantastisch. Dat zwemmen is natuurlijk wel een beetje een gevoel van overleven. Mm-hmm. Dus als je ver weg ligt, bij die volgende boei lig je ook redelijk in de vaarweg. Dus daar zit ook nog wel een spannend moment in. Alleen nu zijn we dat wel redelijk gewend. Je moet wel goed opletten, daarom zwemmen we ook met die boei. Ben je hier nou gaan wonen en toen ben je gaan zwemmen? Of zwom jij een dagje? Nee, ik zwom hier al. Ik zwom hier al. Kopen? Ja, ik zwom hier al. Okay. Ja. En dat was eigenlijk een jaar voordat we hier kwamen wonen, ben ik hier rondjes gaan zwemmen. Yeah. Iedereen die als stel hier langs rijdt zegt, daar zou ik wel eens willen wonen. Er staat er geen één te kopen. Nee. En jij gaat niet meer weg, of ik ga nooit meer weg. Nee, jij gaat niet meer weg. Ga je nooit meer weg. Nee. En als je niet aan het Haringvliet woont, dan kun je er altijd nog op varen. Want op een zomerse dag als vandaag is het druk met bootjes en geniet iedereen op zijn eigen manier. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik had veel verwacht op het water, maar dit niet. Dit niet, toch niet? Het is heerlijk. Het is heerlijk. Ik hoef niet voor naar Griekenland hoor. Wat
Wat maakt het zo genieten hier? Ja, de vrijheid en de rust, denk ik. Ja. Ja. Gewoon midden in de natuur en op anker is dan natuurlijk juist die vrijheid. Hè? Ja. Een hele goede middag. Dit ziet er echt heel gezellig uit hoe jullie hier zo zitten. Dat is het ook. Ja? Waar komen jullie vandaan? Steenbergen. Uit Steenbergen, Brabant. Ja, klopt. Maar ik kom hier wel meer, hoor. Je komt hier wel meer? Ja, wel een keer of 4, 5 per jaar. Ja, want wat doet het Haringvliet met u? Het is een mooie grote plas om te vertoeven. Eigenlijk een paar hele leuke havens rondom het Haringvliet. Hè. Niet alleen Helvoetsluis, Stellendam, Middelharnis. Stad op haar, vliegt een bobbel. Het is nooit saai. Het is fantastisch zeilwater. En het is hier en daar wat ondiep, maar deze boot steekt niet zo heel diep, 1,06 meter. Ja. Dus zoveel als mogelijk varen en nog eens varen. Ja, we liggen hier vaker. Het is gewoon een heel leuk gebied om te liggen, te varen, te zeilen. Dus, geweldig. Verrekijkertje. Ja, wat maakt het zo leuk? Verrekijkertje in de buurt en vogels kijken, dat is ook leuk. Ja, er is van alles te doen. Ja, en het voelt ook gewoon heel goed om op het water te zijn. Ja, dat is eigenlijk ook niet zo gek als je bedenkt dat water ook een hele grote energiebron is. Goedemorgen. Nou, welkom op deze heerlijke zaterdagochtend. Bij je volgende inademing cirkel je armen omhoog, maak je je lang. En vooral buiten is dat fijn om die frisse lucht in te ademen. Sluit even voor een moment je ogen. De golfjes komen nu, luister daarnaar. Dat is een cadeautje. Yoga en natuur gaan denk ik ontzettend goed samen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Met de yoga houden we ons ook heel erg bezig met alle chakras die zich in ons lichaam bevinden. En die chakras die hebben ook weer verbinding met de elementen. Aarde, vuur, lucht, water. Ik hoor dat je doet ook heel veel dierenoefeningen, hè? Hoorde ik. Nou staan we hier natuurlijk bij de dam. Ja. Het gaat allemaal om die steur. De steur is het boegbeeld van het Haringvliet. En toen dacht ik, de steur. Is dat ook een yoga houding? Ja, dat klopt. Dat is de vishouding. En dit is zo'n houding waar je hart helemaal opent. Dus als je deze vishouding doet van het Haringvliet, dan open je dus eigenlijk je hart. Ja. Liefde. Ja. Voor de natuur. Voor de natuur. Voor het Haringvliet. Ja, precies. Nou, we hebben natuurlijk hier de yoga gedaan, maar die vrouw daar op dat water, wat is dat? Ja, dat is sub-yoga op het water. Ja, dat is heerlijk. Als je dan even helemaal uit je hoofd wil en in je lichaam, nou, dan is dit een heerlijke, heerlijke vorm van yoga op het water, hoofd leeg. Een ander soort ontspanning vind je op de verschillende strandjes aan het Haringvliet. En die zijn in de zomer gezellig druk met bewoners en toeristen. Ja, en Kees en Frey hebben dan weer hun eigen beleving van het Haringvliet. Juist in alle rust zoeken naar bijzondere dieren. Ik zou zeggen, laat je lekker inspireren door deze twee. We zijn hier op het Tientgors, dat is buitendijks bij Nieuwedijk, aan het Haringvliet. En een van de gebiedjes waar de Noordse woelmuis voorkomt. Die gaan we zoeken. Althans, jij gaat ze zoeken. Ik ga ze vangen. Jij gaat ze zoeken. Op klaarlichte dag. Op klaarlichte dag, ja. Dat is een heilloos plan, Kees. Alle woelmuizen verzamelen!
Woel jij ook wel? Woel jij in bed? Ben jij een bedwoeler? Ik ben een bedwoeler, ja. Ja. De Noordse woelmuis komt door heel Europa voor in het noorden. Mm-hmm. Die in Nederland gezeten hebben, zijn blijven hangen tijdens de ijstijd. Oh. De rest van de populatie heeft zich teruggetrokken naar het noorden. Maar de Nederlandse Noordse woelmuizen zijn blijven hangen en hebben zich ontwikkeld tot een aparte ondersoort die dus daarmee endemisch is. Het is echt een hele bijzondere soort die je alleen maar in Nederland kan vinden en nergens anders. Maar Kees, even één korte vraag. Ze zitten hier wel, maar vandaag is het 30 graden. Ja. En ik denk niet... Zitten onder de grond? Dat bedoel ik. Ja. Kijk, die Noordse woelmuizen, die zitten in vochtige vegetatie. Dus daar gaan we de val zetten. Eerst het aas. Oh ja, het beproefde recept, salami. Ja, met volkoren brood. Nou, ik weet het niet hoor, Kees. Huh? Ook een hapje. Hapje. Even op. Heb je die boterhammetjes zelf gemaakt? Die maak ik zelf, ja. Vrees, zoek jij nog maar even door daar. Ik ga daar nog even kijken. Heb je nog wat, Vree? Ja, ik ben even gestopt. Zo komen we er niet, hè? Kom, we gaan die val even checken. Hé, kijk. Oh, niet. Dicht? Niet. Echt? Dat kan niet. Oh, nee. Ach, man. Ja? Is een opgezette. Wat een slappigheid zeg, moeilijker. Kijk nou, gewoon een dode muis. Kijk, daar is hij dan. Hm? Speciaal voor jou meegenomen. Het heeft die lieve oogjes. Uit het museum. Hij is het pluimpje van zijn staart. En hij heeft een behaarde staart. Behaarde staart. En natuurlijk wel een beetje een rattenkop, hè? Ik vind het toch een lief beestje. Ja. En nu? Nu? Bier? Ja. Verderop ligt Stellendam, vlakbij de sluizen. Dat is eigenlijk de plek waar het Haringvliet en de zee bij elkaar komt. En eens in de 3 jaar vieren ze feest in Stellendam, met Vlaggetjesdag. En het hoogtepunt is toch wel een vlootschouw van vissersschepen. Dus ik zou zeggen, op naar de vis! Er komen ruim 30.000 bezoekers af op Vlaggetjesdag. De haven ligt vol vissersboten, er wordt een visje gegeten en er is muziek voor iedereen. Maar vooral is het een feest van de visserij. We willen laten zien aan de consument wat wij met onze toeleveranciers doen, wat wij met onze schepen doen en welke innovaties wij hebben. En dat proberen wij gewoon hier nu te laten zien. Normaal zijn de schepen op zee, dan kan je het niet zien. En nu hebben we echt zo van, zie het en beleef het. Je kan heel veel vis eten, proeven. Dan is het de vlootschouw, dat is wel echt hè? Ook het hoogtepunt van de dag. Wat kunnen we daar allemaal zien? Nou, de schepen die gaan het Haringvliet op en we varen eigenlijk in konvooi een hele mooie ronde. Dus daar kunnen ook de mensen die hier op de haven zijn, die kunnen nog mee. En ook beleven wat het is om op een schip te zitten. Ja, volgende week weer een nieuwe aflevering over het prachtige water. En dat is eigenlijk wel leuk, want dan gaan we een kijkje nemen bij de buren. Het Nationaal Park de Biesbos. Want samen met het Haringvliet vormt het één groot uniek deltagebied. Ik ben benieuwd. Heel graag tot dan.